Dit is Den Haag in 60 seconden. Met het opstappen van Maarten Fontijn moet ADO Den Haag op zoek naar een nieuwe directeur. Fontijn kondigde woensdag zijn vertrek aan. Hij is het niet eens met de plannen van de nieuwe eigenaar, het bedrijf United Fansen. Stichting Pantarij heeft de voorzitter van het college van bestuur ontslagen. Justitie doet al onderzoek naar een vermoedelijke miljoenenfraude bij de scholengemeenschap. Onder de stichting vallen 15 scholen in de regio Leidschendam-Voorburg, waaronder de Margriet, de Tandem en de Lusthof. De pier op Scheveningen gaat tot dit jaar weer open voor het publiek. Dat belooft het bedrijf dat de renovatie uitvoert. De blikvanger op Scheveningen is al anderhalf jaar dicht voor het publiek. Er is nog geen exacte datum voor de opening. En tot zover Den Haag in 60 seconden.